zijn in Pathé Arena in Amsterdam voor de première van Guardians of the Galaxy nummer 3. En we zijn zo excited. Ik heb er ontzettend veel zin in, want ik ben echt mega Marvel fan. Echt, Guardians of the Galaxy is sowieso een van mijn favoriete Marvel films. En ik heb er zoveel zin in, echt excited. Ik verwacht echt heel veel avonturen te zien in deze film. Heel veel kleur, er zitten natuurlijk heel veel karakters in. En waarschijnlijk een klein traantje laten hier en daar. Wow, dit is echt de beste IMAX experience die we tot nu toe hebben gehad. Echt een hele mooie en echt ook een hele grappige, goede film. Romantiek, emotie, vriendschap, humor, alles kwam hier samen. Eigenlijk alles wat een Marvel film moet hebben. Het is alsof je naar je favoriete band kijkt die op hun laatste tour zijn. Ik eerlijk zeggen, ik moet je wel het draadje wegwinkelen. Maar ook heel hard gelachen. De humor van Guardians of the Galaxy die is gewoon net nog een level hoger dan de rest. En je leeft gewoon echt mee met elk karakter, het is fantastisch. Deze moet je wel in IMAX zien. En de muziek was echt heel... Beastie Boys kwamen voorbij, Florence and the Machine. Je krijgt wel echt die volledige ervaring, dus dat is wel heel tof. Guardians of the Galaxy Volume 3, vanaf nu alleen in de bioscoop. En ook in IMAX. The Guardians have no place in my world. Kiss your mom with that face. Oh no. Well, I guess we'll die trying. I decided die trying ain't our thing no more. Guardians of the Galaxy Volume 3, now playing.